Hoi. Van uw voorzitter. Te veel aan de zuurpruimen gezeten? Nee, meneer Boma zit in een lastig parket. Oei, zeg, je hebt uw secretaresse toch niet zwanger gemaakt? Carmen, alstublieft, hè. Oh. Jij denkt ook aan niks anders dan aan seks. Ja. Ja. Bon, Doortje heeft op mijn verzoek de boekhouding van de kampioenen doorgelicht. En ze heeft geconclusioneerd dat FC de Kampioenen zware verliezen boekt, hè. Oh, pompt jij er dan nog wat geld in, gelijk jij poen pakt, ja, hè? Ik kan geen geld blijven pompen in een bende lozers. Voorzitter, je gaat ons toch weer niet in de steek laten, hè? Het is te zeggen, ik heb een sanitair plan opgesteld, hè. Bestaande uit twee luiken, luik 1 en luik 2. Luik 1. De kampioenen moeten... Wat is dat, Urtje? Ja, zichzelf bedruipen. Zichzelf bedruipen? Oh, dat is voor ons geen enkel probleem, hè? Dat betekent dat de kampioenen vanaf nu voor hun eigen inkomsten zullen moeten instaan. Ja. Ah, ja. Wow. Luik 2. Kutkost. Balthazar, jij met uw vulgaire praat altijd. Meneer Boma bedoelt kutkost. Dat is Engels. Ja. En dat wil zeggen, de uitgaven worden gesnoeid. Ja, dus ook nog eens besparingen. Ja. Ja. Zesa. Prima. De mannen van de gemeente, die komen vanaf nu het gras niet meer afrijden. Dat is een besparing van 5.000 francs per maand. Dat is 60.000 frank per jaar, 1.487 euro. Oh, ons kwezelke moet laten horen dat ze kan rekenen. Seconde. De wasmoeders worden niet meer betaald. Zeg, jij denkt toch niet dat wij die tenukken stijf van de modder voor ons plezier wassen, zeker? Miss Porto, het wordt tijd, hè, dat jij ook een keer iets gratuit gaat doen voor de club. Tertio. Tertio. Ah, wel ja. Om een verspilling van het water tegen te gaan, worden vanaf nu de douches getimed. Dat is belachelijk. En Quattro. Geen TGV Boma. TGV? Vanaf nu zal Balthazar Boma geen tournee-generaals meer geven. Dat is niet serieus, voorzitter. Dat is niet... Ik ga helemaal uitdrogen. Balthazar, dat kun jij niet maken. Dat is broodroof. Ja, hoe ga ik aan het eind van de maand mijn huur betalen? Ah, dat is not my business. Zo. Het is nu aan u. Hè? Het is nu aan u. Hè? Om een keer creatieve initiatieven uit te werken ter sanering van de club. Want anders? Want anders zou het misschien wel een keer kunnen fini zijn met de club. Ik heb gezegd. Voorzitter. Allee, zeg, dat is fraai. Die laat ons gewoon stikken. Ja. Ik zeg één ding, hè. Het is allemaal de schuld van Doortje. Wat, mijn schuld? Ja, jij moest toch zo nodig die boekhouding oplichten. Ja, maar... Doortje. En Doortje heeft alleen maar haar job gedaan, hè. Kom. Ja, ja. Maar we moeten wel iets doen, ja? Want een leven zonder voetbal zie ik echt niet zitten. Oh, maar dan zouden wij misschien eens een beetje meer tijd hebben voor elkaar, hè, Paul? Je zou gaan geloven dat je de kampioenen opzettelijk een slecht rapport hebt gegeven. Maar dat is niet waar, meneer Boma. We zitten met een probleem. Ja, ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Ja. We moeten zorgen voor extra inkomsten voor het café. Ja, en voor de club. Hè? Ja. Zeg maar, als ik nu al eens begin met na mijn uren en gratis in te staan voor het onderhoud van het veld en van de lokalen... Ja, zeg, dat ziet er nog meer op café. Nee. Hé, Xavier, dat is tof. Dat is een begin, dus een begin. Begin is met het veld af te rijden. Ja, voilà. Is de actie. Positief, denk ik, Carmen. Ja. Voilà. Dat komt in orde. Is het? Mariske? Ja? Kun je even een handje toesteken? Ja, je kunt kiezen. Links of rechts? Oh, veel verschil zal dat niet maken. Ze staan toch alle twee zo. Wow. Zeg, mannetjes, maar dat is allemaal wel goed en wel, hè. Maar we moeten zorgen dat de boel hier blijft draaien, hè. Zeg, hoe pakken grote clubs die in geldnood zitten dat aan? Ja, die verkopen een van hun spelers, hè. Maar wacht op. Maar allee, Carmen, wie kunnen wij nu verkopen? Ja. Xavier zeker. Die geraakt je alleen maar kwijt als je er geld bovenop geeft. Wow.
dan. Mark. Wat is het, mannen? Buiten de beestjes? Fernand, wij zijn niet in stemming voor uw flauw grappen. Kom, laat ons met rust. Zeg, bijt mijn neus niet af, hè. Allee, wat is er dat je zo kort van stof bent? Oh, problemen, jong, problemen. Maar daar moet jij u niks van aantrekken. Meneer Boma, die wil geen geld meer investeren in de ploeg. En die moeten wij onszelf bedruipen. Mark, je moet Fernand niet lastigvallen met ons problemen. Ja, maar Xavier, jij valt me niet lastig, hè. Je moet maar denken, gedeelde smart, halve smart. En die moeten wij zelf ons gras afdoen. Oei, oei. Gaan de zaken zo slecht in de worsten, biezen, dies? Niet dat ik weet, nee. Als we niet zelf voor onze inkomsten zorgen, dan is het binnenkort afgelopen met de kampioenen. Maar dat is heel lelijk van meneer Boma. Oh, wat een smeerlap, zeg. En misschien gaat zelfs het café failliet. Man, wat een miserie. Oh, dat moet hard aankomen. Is zich zo in de steek gelaten worden door een vriend. Enfin, gelukkig ben ik er nog. Jij? Ja, je moet maar denken aan het spreekwoord. Beter één goede buur in de hand dan 10 verre vrienden in het land. Zeg maar, als jij zo'n goede gebuur bent, heb je dan voor ons geen grasmachine? Huh? Een grasmachine? Maar, oh, wat een toeval. Ik heb er juist hier op de kop getikt. Allee. Wat zegt je daarvan? Moeten wij met dat klein duwerke heel dat veld doen? Dat is toch geen probleem, zeg, voor sportmannen gelijk jij. Ah ja? Ik denk tenminste aan uw fysiek. Hé? Allee, wat hoor ik? Fernand, jij bent toch een goeie mens. Fernand, jij bent toch... We zullen die prutsers eens laten zien hoe dat wij onze papa verkopen. Hé, mijn boleke? Ja, ze zullen dan niet meer lachen. Carmenneke, is het eten klaar, Sjoeke? Dan kunnen we straks stevig invliegen. Sjoeke, ik heb nu geen tijd om te vrijen, hè? Vrijen? Ik heb het over het veld afrijden. Oh. Zeg, maar wat eten we? Ja, ik kan niet alles tegelijk, hè. Als je honger hebt, smeert u dan een boterham, hè? Oeh, wat? Waar zijn je dan heel de dag mee bezig? Ik ga u verkopen. Goed, zijn we beu? Ja, nee, versta het weer niet. Ik ga u verkopen aan een ander voetbalploeg. Hm? Wat blief? Mij verkopen? Maar Sjoeke, waar haalde dat nu toch uit? Ja. Wie gaat er mij willen? Ja, ik heb u in der tijd toch ook gewild? Ja, jij nu. Ja. Gaat het beweren dat ik een slechte smaak heb of zo? Nee. Maar welke club is er nu geïnteresseerd in een speler op zijn retour? Oh, er zijn genoeg ploegen op zoek naar spelers met ervaring. Maar ik wil niet weg bij de kampioenen. Ja, see, het is geen kwestie van je willen, het is een kwestie van moeten. Maar... Ja? Zo geraken de kampioenen terug aan geld. En dan kun jij je horizonten verleggen, hè? Maar waar zou ik in godsnaam naartoe moeten? Oh, minstens naar de Anderlecht of Club Brugge. Sjoeke, je bent weer aan het overdrijven, hè. Ja, wat kan ik in godsnaam bij zo'n grote club gaan doen? Xavier, zwijg. Ik ben uw manager en ik weet wat het beste is voor u. Ja, en als ik zeg dat je bij de Anderlecht gaat spelen, dan gaat je bij de Anderlecht spelen. Compris? Oui. Bon. De trainingen, de matchen, ja. De tournees van Boma. Hoe kan ik dat compenseren? Verhoog uw prijzen? Ja, dan drinken de klanten minder. Ik heb nogal wat in gang gestoken, hè, Doortje, met die boekhouding op te lichten. Door te lichten, hè. Ah, een goede middag, dames. Fernand, komt je mijn huis weer vuil maken? Madame Pascal, ik kom u persoonlijk condoleren met het failliet van uw café. Dat zijn toch nogal historenen, zeg. Mijn café is niet failliet. Nog niet, maar de vraag is, ja, hoe lang gaat dat nog duren, hè? Oh, dat zijn smakelijke patéken, zeg. En het zijn er juist met crème fraîche. Fernand, we zijn hier net al een oplossing aan het zoeken voor Pascal haar café, dus... Ja, maar je moet niet verder zoeken. Geef me zo'n patéken en ik zal je interessant voorstel doen. Ah ja? Heel de boel verkopen, zeker? Ik denk er niet aan. En staat die recht. Ja. Ja, maar verkopen? Wie spreekt er hier over verkopen?
ik ken een manier om van uw café een goudmijn te maken, hè? Ja, ik ben heel curieus. Madame Pascal, waarom maakt je van uw café nu toch geen duivenlokaal? Wat? Oh. Een duivenlokaal? Wat kan mij dat nu meer opbrengen dan een hoop vuiligheid? Zeg, madame Pascal, dat doet me nu echt verdriet te moeten horen hoe slecht dat jij de duivenmelker kent, hè? Ja, en waar moeten de kampioenen dan naartoe? Ja. Zeg, die krotters. Zonder dat geld houd je dat toch geen week uit, Doortje? Oh. Ik doe het niet. Dag, Fernand. Madame Pascal, jij beseft niet wat een interessante en unieke zaak jij hier voorbij laat gaan. Voilà. Die hebben we goed afgepoeierd. Waar waren we gebleven? Nogmaals, madame Pascal, jij beseft niet wat een interessante, unieke zaak hier voorbij laat gaan, hè? Pardon. Jij geeft nooit op, hè? Geef mij nu eens één goede reden waarom dat ik van mijn café een duivenlokaal zou maken. Eén reden? Ik kan er u wel drie geven. Eén. Duivenmelkers zijn niet alleen grote drinkers, maar ook nog grote eters. Dus, meer verteren. Twee. De duivensport is een internationaal gebeuren. Dus binnen de kortste keren zit uw café vol met Japanners. Hè? Maar ik spreek je Japans. Dat leerde direct. Drie. Duivenmelkers blijven ook langer plakken. Ah ja, die drinken al hun winst op. En wie wordt daar beter van, denk je? Juist, madame Pascal. Allee, niks dan voordelen dus. Natuurlijk. En, doet je het? Wel, ik wil dat wel eens proberen. Madame Pascal, jij gaat u daar niet beklagen. En nogmaals, proficiat met uw nieuw duivenlokaal. Fernand. En je kunt geen nieuwe keeper gebruiken. Xavier Waterslagers, de trots van FC De Kampioenen. Hallo? Hallo? Oh, wel, merci, zeg, boer. Kijk, men. Oh, wie dat we hier hebben. Fase 3 van het rampenplan. Gaat je me dat blijven verwijten? Ik heb gewoon mijn job gedaan en daarmee uit. Ja, dat zal wel. Hier. Hé, wat zit er in die zak? Een cadeauken om het goed te maken? Vuile was van de kampioenen. Ja, het was uw beurt, hè. Ah, bon. Dus nu dat de wasmoeders niet meer worden betaald, nu is het mijn toer. Dat zie je van hier. Het was ook uw toer, Carmen. Ja, ik doe niet aan liefdadigheid. Trouwens, ik kan die truikens niet blijven wassen, hè, nu dat Xavier voor een ander ploeg gaat spelen. Oh, gaat hem op een ander? Ja, ik ga hem verkopen. Ja, dan hebben de kampioenen terug geld. En dan kunnen wij ons horizonten verleggen, hè. Veel succes heb je blijkbaar niet, hè, Carmen? Oh, maar dat zijn allemaal prutsploeksjes, hè. Die kunnen een keeper gelijk Xavier niet betalen, hè. Maar wacht totdat de toppers zullen toehappen. Oh, denkt je? Blijf maar dagdromen, hè, Carmen. Niemand wil Xavier. Buiten misschien een club biertonnetjes, ja. Ja, dat zou er nog van verschieten. Trouwens, ik verwacht alle momenten een telefoontje van de Anderlecht. Oh. Waarom niet AC Milan? Hallo, Carmen Waterslagers, de manager van Xavier Waterslagers. Het is de Anderlecht. Ja. Carmen, zeg jij dat? Jij doet zo raar. Wat zal het zijn? Ja, madame Carmen, ik zie dat jij dat herstellingsje aan uw deurbel, dat je er altijd moet betalen. Hoeveel wilt je geven? Hoe geven? Nee. Jij moet betalen. Allee, kom nu niet rond de pot draaien, hè. Zeg mij uw prijs. Ja. 1500 frank. Allee, geef 38 euro. Oh. Omdat jij mijn charmantste klant bent, natuurlijk. Hè. Maar dat is een belachelijke prijs. Ik wil meer. Oeh, meer? Maar wel geeft dat 50 euro, hè? Ja, luistert, hè. Onder het miljoen kan die een deal niet doorgaan, hè? Ja, maar dan, Carmen, voelt jij wel goed, zeg? We gaan nog onbeleefd worden ook. Luistert, hè, meneer, als u dat niet kan betalen, hè, dan zoeken wij wel iemand anders. Salut! Oh, amateurkes, zeg. Anderlecht, eerste streep. Zip, zip, zip. Ja? Hé, hey, Paul. Kom binnen. Ja, dank, Dieke.
Oei, zeg, wat scheelt er? Oh, de voetbal, hè? Ik mag er niet aan denken dat het binnenkort gedaan kan zijn met de kampioenen. Allee, Paul. Elke avond lekker knus bij het vrouwtje. Ja, weet, dat is toch gezellig? Vreedgezellig. Oh, ja. Hey, Doortje die wil elke avond met mij wel iets doen. Ze. De maandag Scrabble. De dinsdag samen naar de yoga. De woensdag naar de knutselclub. Morgen. Ja, en de donderdag wil ze dat met mij nog samen catechese gaan geven. Zeg. Oh, zo goed. Oh, je weet het toch. Ik zoek al de hele dag naar een oplossing om de ploeg te redden, maar ik raak er niet uit. Hè. Paul, als jij de ploeg wilt redden, ja? Dan moet je de wortel van het probleem aanpakken. En de wortel is? Ja, Boma. Ja. Jij bedoelt dus, hè, Boma afzetten en dan ja, een nieuwe sponsor zoeken. Hop, er zijn genoeg middenstanders met geld. Ze moeten het ook nog laten rollen. Ja, en waarom niet? Sponsoring. Maar, dat is extra publiciteit. Ja, maar... Hey, Paul, belt jij naar de bakker... En haar beenhouwerij Vermeulen. Hm? Nou, ik weet, ik bedoel, kun je die mensen daarmee nu wel lastigvallen? Geefde jij liever catechese aan de communicantjes? Meneer Vervoort, u kent de kampioenen. U kent hun reputatie. Hey, Gust, hebt jij als voetballiefhebber er nog nooit aan gedacht om een voetbalploeg te sponsoren? Ah ja? Niet FC de kampioenen. En u wil ook niet overwegen om de club te sponsoren? Je wilt er niet eerst nog eens een nachtje over slapen? U sponsort nog liever een... Een kleuterklas. Je sponsort nog liever een wandelende tak in de dierentuin? Ah, ja, Ferdinand, we hebben een klein accidentje gehad. Lomprikken. Oh, moro, mazute, moro, jongens, toch. Moro, met een super deluxe handrolmaaier, zegt dat niet waar is. Man, man. Man, man, man. Miserie, miserie. Ja, maar ik neem me de woorden uit de mond. Manneke, zegt dat niet waar is. Die was toch spiksplinternieuw? Nu, niet overdrijven ook niet, hè, Ferdinand. Zeg, nu laat de mensen zo goed hard zijn en lap, dan doen ze machinerie naar de vaatjes, hè. Meneer Ferdinand, we hebben daar wel niet mee opzet gedaan, hè. Oh, nee. Luister, jongens, dat wordt betalen, hè. Je moet begrijpen dat ik daar extra moet voor aanrekenen. Voor, ja, voor het vernietigen van antiek, hè. Antiek? Ja, en dan heb ik het nog niet over de sentimentele schade, hè. Ah, waar? Welke sentimentele schade? Sauvieux, dat is nog een erfstuk van mijn teergeliefde onkel Pater. Die heeft daar nog het gras mee afgereden in de Congo. Hè? Staat daar wel gras? Ja, nu niet meer, Sauvieux. Ja, Fernand, luister, ik kan nu niet betalen. Ik ben platzak. Dat is niks. Jij kunt hier een lopende rekening beginnen, hè? Verrassing. Ja, oké. Zet het dan maar op de rekening. Zeg, Fernand, heb jij ons soms een grasmachine, een echt? Een echte? Ja. Een echte? Ja, wat is dat dan, zeg? Een handrolmaaier. Ja, we bedoelen zo'n machine met een motor. Zeg, maar meneer vraagt nog niet verder, zeg. Dan kunnen die ook nog ruïneren, zeker? Nee, Fernand, we gaan heel voorzichtig zijn. En Mark? Ja. Allee, is goed. Omdat jij mijn beste buren bent. Heel nozelaars. Voilà, zeg. Oh. Oh, ja. Oh, oh. Oh, mooi, zeg maar. Wat een machine. Ja, daar zit nu wel geen benzine in, hè. We kunnen dat toch moeilijk gaan duwen, hè, Fernand? Heb jij geen benzine? Heb jij geld? Ja, zet dat maar... Op de rekening. Voilà, zeg. Allee.
Allee, wacht hier op mij, ben direct terug, hè. En, zeg, wat hoor ik? Oh, Fernand, jij bent toch een goeie mens. Voilà, ja, zeg. Oeh. Ja, wat moet je dan, zeg? Balassé. Ja, ik had buiten nog een volle tank staan. Ah, ah ja, voilà. 50 euro. Wat blieft? Zoveel? Ja, Xavier, dat is van die heel speciale milieuvriendelijke benzine, hè? Huh? Ja. Ja, zet het dan maar... Op de rekening. Ja. Balassé. Voilà. Fernand, kunt jij ons ook uitleggen hoe dat werkt? Ja, dat is heel eenvoudig. Zie. Ziet je dat heddeltje? Uh-huh. Ja, ja. Je moet er gewoon aan trekken. Ah, ik zal dat wel doen. Oei, het is al kapot. Dat is niks. Toch gemakkelijk, hè? Zo'n lopende rekening. Ja, nou, dat zou ik ook wel eens willen weten. Kun je toch lezen? Nou ja, de reisduif, en dan? En dan? Nou wel, vanaf nu is het café een duivenlokaal. Ja. Wat blieft? Jij permitteert het veel, kameraad. Kom, al dat eindelijk als je buurt op resten af, kom. Sorry, Balthazar, maar madame Pascal staat 100% achter dat initiatief. Hè? Dat meent je niet, Fernand, dat mag niet. Maar denk maar niet dat ik me hier bij neerleg. Zie je het? Mijn gedacht! Pascal de Bakker, heeft bekeken met een keer wat er hier gebeurt, hè? Ja, Balthazar, ik kon niet anders. Ik moet ook leven. Daarom maak je van mijn café nog geen stal. Stal is hier nog nooit zo gezellig geweest. Ik voel me hier al helemaal thuis. Schandalig, hè? Zoals jij de kampioenen laat vallen. Olaf, jij moet spreken, jij. Ja, ja, niet laten doen, hoor, Pascal. Ik had geen andere keuze. Wel, ik nu ook, Lissy. Ja, maar daarom maak je hier nog geen duivenkort van, hè? En geen kak in mijn café, hè? Geen kak? En wel begint hij weer zelf op te stappen, ja? Ikke? Dat is het laatste wat we nog niet hebben gezegd, hè? Want daar kun je alles vergeten. En zul je wat zorgen weten. Ik zie zoeker in mijn duivenpot. Kom, Pol. Wil je nu wat weten? Pascal heeft van café een duivenlokaal gemaakt. Ja. Wat bleef? Hey, en de kampioenen dan? Jong, ik weet het niet, hè, maar Boma was razend. Hij kwam uit het café gelijk een stier. Hè. De stroom kwam er langs alle kanten uit. Dat is goed. Door zijn schuld zitten wij nu dik in de problemen. Konden wij maar een nieuwe sponsor vinden, dan waren de problemen direct opgelost. Ja, en ik zit nog dieper in de problemen als Carmen mij kan verkopen. Ja, maar ja, dat lukt daar toch nooit, hè. Ho, 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 ho. Carmen geeft niet zo rap op. En ik wil niet weg bij de kampioenen. Ja, koop dan u zelf. Nee. Koop dat u zelf. Jij bent een goeie guy. Koop dat u zelf. Ja, maar nee. Hè? Dat is nog zo geen gek idee. Ja, dan zet je zeker dat je bij de kampioenen blijft. Huh? Ja, maar alleen. Ja. Hoe koopt je nu jezelf? Ja, nee, dat is simpel, hè. Iemand van ons die belt met Carmen en geeft zich uit voor een manager van een club, hè? En dan koopt hij u? Oh ja. Hé, kom aan. Zeg maar, ik bel niet zelf, hè. Want mijn stem herkent ze direct. Ja. Mark, hè. Het was uw idee. Ik? Ja, maar, ga ik dat wel kunnen? Oh. Natuurlijk. Ja. Oei, oei. Je vervormt uw stem een beetje en dat komt in orde. Hier. Manager. Ja. Oh.
manager van Xavier Waterslagers. Dag mevrouw Waterslagers. U spreekt hier met Mark Vertan... Helst! Het schijnt dat u een speler verkoopt. Dat klopt, ja. Van welke ploeg bent u? Ogenblikje, dat moet ik even informeren. Van welke ploeg? FC Vitesse. FC Vitesse fluistert men mij hier toe. En u wil mijn Xavier kopen. Zal ik hem eerst eens beschrijven? Nee, dat is niet nodig, want hij staat hier juist naast mij. Nee, ik heb een foto van Xavier bij mij. Op het strand. En hoeveel wilt u voor mijn ventje neertellen? Aan hoeveel had u gedacht? Oh ja, daar heb ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Hoe wordt die prijs bepaald? Is dat per kilo? Men zegt hier 250 euro. Zo weinig? Weinig? 250 euro. 251 euro. Nee, dan. Akkoord. Ja, iets akkoord. Oké, mevrouw Waterslagers, dan kom ik dan morgen na de match van de kampioenen bij u langs met de papieren. In orde. Dag, meneer Verelst. Ja, dag, Carmen. Madame, want ik ken uw voornaam niet. Madame Markel, van mij een vieuke en geeft die mannen ook iets, hè? Ah nee, je ziet, ik heb niet overdreven, hè? Oh, merci, Ferna. Het is nog drukker dan ik dacht. Ik had Kaat moeten bellen. Hela, zeg, wat kom de gellen hier nog doen? Een bak schotel drinken is gepermitteerd. Ah, nee. Voetballers zijn hier niet meer welkom, hè? Voilà. Fernand, dat is hier nog altijd ons clublokaal. Was, hè, Polletje? Was, hè? Ja, hele mannen, dat moeten verstaan, hè? Duivenmelkers en voetballers in één lokaal, dat gaat niet, hè? Dat vecht, hè? Als jij ons niet gaat binnenlaten, dan zal ik eens vechten, zie. De militair, dat denkt maar aan één ding, hè, mannen? Pascal. Ja, je kunt dat toch niet zomaar laten gebeuren? Ja, maar mannetjes, je ziet toch dat mijn café stampvol zit, hè? Zeg, maar er is een bak bier in de kleedkamer. Ga daar maar drinken. Allee, Pascal, dat meen je niet, hè? Pascal. Maar hoort u een keer wat een servies zeggen? Mijn kleedkamer voor u alleen? Allee, kom. Pascal. Dan gaan we nog door. Kom maar. Wacht maar, hè. Ja. Voilà. Voilà, ze. Opgeruimd staat netjes. Ah, hier. Fernand, dat is voor u. Wat is dat? Ah, wel voor die tournee, 45 euro. Ja, maar dat is een misverstand, hè, van Pascal. Hoe een misverstand? Ah, ja, ik heb gezegd, geef die mannen iets, hè. Ik heb toch niet gezegd dat ik dat ging betalen, hè. Allee, hoeveel is dat van dat vieukje? Zeg, ik mag niet binnen. Ach ja, maar is dat nu niet straf? Nu zijn we ons café ook al kwijt. Ah, Paul. Zolang er bier is, is er hoop, hè. Allee, er zit dus geen choco in, hè. Hier. Oh, die truitjes die zijn niet gewassen. Oh nee, Carmen wil niet meer zolang ze niet vergoed wordt. Oh ja, en dan moeten wij met vuiltruitjes gaan spelen. Zeg, Doortje kon dat toch ook eens wassen? Nee, Doortje die was vorige week al aan de beurt. Ja, we gaan weer vreed veel indruk maken op het veld, hè. Oh. Zonder choco kan ik geen golen maken. Mark, stop met zagen over die choco of ik ontplof, hè. Choco. Choco, hè? Jongen. Ja, ben ik blij dat mijn ventje niet meer met die krabbers moet shotten. Oh, ik zag jij van de zoek wel al een goal binnengelaten, hè? Ja, de verdediging trekt ook op niks, hè?
Mijn ventje moet alles alleen doen. Ja. Ja. Afsluiten. Kom. Jongens, toch. Ik heb je hier nog nooit gezien, hè? Nou, dat klopt. Kom hier voor het eerst. Ik heb hier een afspraak met iemand. Ja, natuurlijk. Oh, jij zei het. Ik ben Carmen. Maar je bent wel een beetje vroeg, hè? De match is nog bezig. Jij bent op de hoogte. Ah, ja, natuurlijk, hè. Ah, bon, oké dan. Maar mondje dicht, hè. Dan is de verrassing straks compleet. Mijn lippen zijn verzegeld. Krik, krak. Oh, een stafje die mij doet. Allee, Sjoeke! Nu gaan we zien van de krak mijn ventje is. Fameuze krak. Ja, dat is nogthans niet van zijn gewoonte, hè. De zon schijnt in zijn ogen, hè. Xavier, doe jij dat nu mee opzet? Ja, zeg, de zon schijnt in mijn ogen. Zie je dat? Ik heb het u toch gezegd, hè. Noemt jij dat veel verteren? Zeg, madame Pascal, ze zult niet veel dorst hebben, hè. Ja, en niet veel honger en veel tijd ook niet. Iedereen is al weg. Kom weer van uw tak maken? Kom, maak me dat je buiten zijn. Zet dat bij je feest, kostig, Max. Dit is in de altijd mijn eigen domme jongen, zeg. Ferna, laat ze binnen. Zij verteren tenminste. Hela, voetballers mogen jullie binnen. Het staat op de deur. Ik wil een chocomelk. En je moet die voetbalschoenen ook aan doen. Dat staat ook op de deur. Ja, maar dat is hier een duivelokaal, hè. Ah, wel, kampioenen. Je hebt het weggebracht, mijn gedacht. Uw initiatieven ter zelfbedruiping. Niet veel opgeleverd, hè? Hola. Het veld is al wel gemaaid, hè? En ik heb ook mijn steentje bijgedragen, hè? Ik heb mijn Xavier verkocht aan een ander voetbalploeg, Sjoeke. Ja. Aan welke ploeg? Aan de ploeg van Toot Manneke 6. Ah! Nee, aan Emmeke Zierse. Dag, meneer Verhelst. Meneer Verhelst, ik... Ja, jij komt toch mijn Xavier kopen, hè? U vergist zich, mevrouw. Ik heb ervoor gezorgd dat Piet de nieuwe sponsor wordt van de kampioenen. En ik ben vast van plan om van deze ploeg de top te maken, hè? En als jullie iets nodig hebben, dan vraagt je het maar, hè? Meneer, mag de gemeente dan terug het gras komen afrijden, alstublieft? Zeker. En worden de wasmoeders ook terugvergoed, alstublieft? Absoluut. Meneer Piet, u bent welkom als u maar genoeg tournees geeft, alstublieft. Nou ja, want daar mag je van mijn part nu al mee beginnen, hè. Allee, vooruit. Ik geef er een. Als ik wil sponsoren, dan wil ik het goed doen, hè. Jij kunt tenminste een ploeg motiveren, zeg. Meneer Boma, je begrijpt, hè, dat wij u niet meer nodig hebben. Dus? Allee. Vrienden! Allee, je moet die zaak nu toch niet zo op de spits blazen? Het was maar om je vast te lappen, nou ja. Ik zal het u bewijzen. Kijk, vanaf volgend jaar zal ik mijn sponsoringbudget met 10% optrekken. En naar boven, hè, naar boven. Ja, en je krijgt nieuwe truitjes en al, hè. Is daar wel ruimte voor in uw budget? Ze begint weer, hè, ons secretaresje van iemand dan. Ik zal wat meer vet in mijn sausjes draaien, hè. Ja, maar ik weet niet of dat geld alles zomaar goed maakt. Dat kan ik, hè. Het spijt me, hè. Kom, je ziet dat toch. Ik heb mij gedragen gelijk de nak op een tak. Maar ik beloof dat ik vanaf nu, hè, zal ik de kampioenen behandelen gelijk mijn eigen kind, met een eigen poulet. Hè. Ja, ja, het is al lang goed, voorzitter. Maar... Ja. Oh,
mannen, en ik dan? Ja. Dat moet jij elders maar de Piet gaan uitdagen, hè? Zo moet je dat, hè? Ja, sorry, hè, Piet, maar dat kon ik niet voorzien, hè? Oh, Piet, bedankt, hè. Zonder u, hè, was dat nooit gelukt. Oh, dat is graag gedaan, Bieke. Kom meer. Tot nog eens, hè. Ja. Jij kent die Piet blijkbaar goed, hè? Piet, dat is een collega van mij. Maar die had helemaal geen plannen om de club te sponsoren. Oeh. Nee, hij was wel overtuigend genoeg, hè, om Boma op andere gedachten te brengen. Oh, dat is fantastisch gedaan, Biek. Hey, match. Ja. Maar waar blijft die manager nu? Je had toch al lang hier moeten zijn, hè? Die manager, die komt niet. Hé, hey, Mark? Wat? Nee, want dat was ik. Huh? Hallo, mevrouw Buitenslagers. Verhelst! Ja. Verhelst! Lief! Hebben jullie mij alle twee voor de naap gehouden? Nee. Alle drie. Oh. Godverdekker, paliussen! Ik heb hier nog een klein rekeningsje. Ah, de lopende rekening. Ja, is dat. Dus voor het gebruik van mijn grasmaaiers en toebehoren, alles samen, €300. Allee, dat is meer dan dubbelen dan dat de gemeente vraagt. Oh, no. Ja, wie denk je dat dat gaat betalen, jongen? Al onze sponsor. Mijn gedachte. Te veel aan de zuurpruimen gezeten? Meneer Boma zit in een lastig parket. Oei, zeg, je hebt uw secretaresse toch niet zwanger gemaakt? Carmen, alstublieft, hè. Oh. Jij denkt ook aan niks anders dan aan seks. Ja. Bon, Doortje heeft op mijn verzoek, hè, de boekhouding van de kampioenen doorgelicht. En ze heeft geconclusioneerd dat FC de Kampioenen zware verliezen boekt, hè. Oh, pompt jij er dan nog wat geld in, gelijk jij poen pakt, hè? Ik kan geen geld blijven pompen in een bende lozers. Voorzitter, je gaat ons toch weer niet in de steek laten, hè? Het is te zeggen, ik heb een sanitair plan opgesteld, hè. Bestaande uit twee luiken, luik 1 en luik 2. Luik 1. De kampioenen moeten... Wat is dat, Doortje? Ja, zichzelf bedruipen. Zichzelf bedruipen? Oh, dat is voor ons geen enkel probleem, hè? Dat betekent dat de kampioenen vanaf nu voor hun eigen inkomsten zullen moeten instaan. Ja. Ah, ja. Wow. Luik 2. Kutkost. Balthazar, jij met uw vulgaire praat altijd. Meneer Boma bedoelt cut-cost. Dat is Engels. Ja. En dat wil zeggen, de uitgaven worden gesnoeid. Ja, dus ook nog eens besparingen. Ja. Ja. Zesa. Prima.
De mannen van de gemeente, die komen vanaf nu het gras niet meer afrijden. Dat is een besparing van 5.000 francs per maand. Ja, dat is 60.000 frank per jaar, 1.487 euro. Oh, ons kwezelke moet laten horen dat ze kan rekenen. Seconde. De wasmoeders worden niet meer betaald. Zeg, jij denkt toch niet dat wij die tenukken stijf van de modder voor ons plezier wassen zeker? Miss Porto, het wordt tijd hè, dat jij ook een keer iets gratuit gaat doen voor de club. Tertio. Tertio. Ah, wel ja. Om een verspilling van het water tegen te gaan, worden vanaf nu de douches getimed. Dat is belachelijk. En quattro. Geen TGV Boba. TGV? Vanaf nu zal Balthazar Boba geen tournee-generaals meer geven. Dat is niet serieus, voorzitter. Dat is niet... Ik ga helemaal uitdrogen. Balthazar, dat kun jij niet maken. Dat is broodroof. Ja, hoe ga ik aan het eind van de maand mijn huur betalen? Ah, dat is not my business. Het is nu aan u. Het is nu aan u. Om een keer creatieve initiatieven uit te werken ter sanering van...